mijn eerste vraag is eigenlijk hoe de samenwerking met Laurens tot stand is gekomen. Nou, de samenwerking is tot stand gekomen toen wij helemaal in het begin bezig waren met het opzetten van het project. En toen hadden wij aangegeven dat we het belangrijk vinden om wel met een paar partners aan de slag te gaan die eigenlijk niet vanuit de kunstcircuit komt. Dat wij zelf op Curaçao op terrein bevinden van een psychiatrische kliniek. Dus dachten wij van hey, voor ons is het heel belangrijk om een soort samenwerking te hebben met instituten die eigenlijk veel meer socialer bezig zijn. Socialer in de zin dat je bezig bent met mensen, met de gemeenschap, met zorg, psychiatrie enzovoorts. En toen, toen wij naar Rotterdam kwamen, vonden we het vanzelfsprekend dat wij op zoek gingen naar organisaties waarmee wij samen zouden kunnen werken. En ja, in een van die gesprekken is Laurens naar voren gekomen en toen hadden wij een afspraak gemaakt met de directie van Laurens. En zij reageerden heel erg positief en toen hebben wij alles georganiseerd om een project met hun te gaan doen. En zo zijn we hier terecht. Oké, okay, en wat houdt het project precies in? In dit geval, het uitgangspunt was dat wij een project wilden doen waarbij wij een toegevoegde waarde of een meerwaarde konden hebben voor de organisatie. Dus dat wij niet zomaar iets maken en daar neerzetten of iets doen die misschien voor ons interessant is. Nee, we wilden iets doen die in het dagelijks functioneren van zo'n plek een belangrijk gegeven kan zijn. En wij dachten zelf van, kleine dingen als een looppad voor voor rolstoelen, weet je, dingen die het functioneren van de mensen makkelijker maken. En zo zijn we hier bij Laurens terechtgekomen en wij hebben steeds gehoord over hun tuin. We hadden het over een tuin, ze hebben een tuin waar heel veel van de cliënten heel vaak zitten. En er waren ook heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in het planten van kruiden, bloemetjes enzovoorts. Want dat is ook misschien interessant om aan te geven dat hier bij Laurens Delfshaven heb je verschillende mensen uit verschillende culturen. Dus je hebt de verschillende achtergronden, de verschillende referenties en en van daaruit is het idee van de tuin gekomen, want heel veel van deze mensen die zijn gewend om buiten te zijn. Ik kan me nog herinneren dat er mensen waren die, die komen hier misschien een half uurtje in de tuin en ze gaan iets planten. Dus de dynamiek van de tuin die moest iets meer worden. En toen dachten wij van oké, we gaan iets maken die een rol kan hebben bij het functioneren van deze cliënten, waardoor zij veel meer gestimuleerd worden om naar de tuin te komen. Want in je rolstoel zitten en op de grond werken, dat is hartstikke moeilijk. Dus dachten wij van oké, we moeten iets maken die op de hoogte komen van een rolstoel, makkelijk bereikbaar is voor hun, toegankelijk enzovoort. En en toen kwam het idee van we gaan een beeld maken en wat voor beeld ga je maken? En toen kwam het idee van een boot, omdat heel veel mensen hier die komen uit Rotterdam en de verbinding met de haven en varen enzovoort is best voor de hand liggend. Dus toen dachten wij oké, we gaan gewoon iets met een boot maken. En zo is het idee tot stand gekomen met de boot en hoe zouden wij dit gaan aankleden. Dat hebben we allemaal stapsgewijs samen met de mensen opgebouwd. Want dat is ook een belangrijk ding voor ons, dat wij willen niet iets opleggen, dus komen en iets neerleggen. Maar het moet een soort van ontstaan uit de uitwisseling, samenwerking met de mensen hier. En ook
Het moet ook een noodzaak hebben. Dus het moet niet zomaar iets zijn die je leuk vindt om te doen. Ja, oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp, is de boot of dit beeld een soort intersectie tussen de functionaliteit, dagelijkse functionaliteit van de mensen, maar ook het sociale, dat we mensen samen kunnen komen en tegelijkertijd het kunstzinnige. Kunstzinnige, ja. Ja, en het kunstzinnige, daar zorg je dat er wel iets tot stand komt die kwalitatief goed is. En kwalitatief in beeldaspecten, dus dat het beeld gewoon sterk is qua visuele. En dat het iets kan zijn dat hier kan staan, dat hij gewoon heel erg lang kan staan. En dat het niet iets is dat vanuit het decoratieve gemaakt wordt, waardoor je binnen een jaar zegt van nee, maar dit vind ik niet mooi meer. Maar dat het echt qua beeldkwaliteit, dat het zo stevig is dat het gewoon heel erg lang kan blijven staan. Want dat is ook belangrijk, dat mensen een soort van, dat ze zichzelf comfortabel voelen met wat er daar staat. Okay. Dus er moet een bepaalde mate van continuïteit in zitten. Ja, die continuïteit is van groot belang, omdat je kan heel erg leuke projecten doen waarbij je met mensen werkt en iedereen blij maken. Maar de werkelijkheid is dat als je met mensen werkt en je prikkelt ze zodanig dat ze een soort van een niveau van blijdschap bereiken, dat er ook andere verwachtingen erbij komen kijken, zoals vervolg. Je creëert ook hoop vaak bij mensen, want vooral mensen die niet zo makkelijk in contact komen met andere mensen en met dit soort acties, creëer je toch een soort van inzicht in wat de mogelijkheden zijn. En vanuit die mogelijkheden ontwikkelt je een soort van hoop bij de mensen. En het is altijd heel erg jammer om dat allemaal zo ver te brengen en dan dat je het plotseling kapt en je zet het niet voort. En dat is een belangrijk gegeven voor ons in al die jaren die wij bezig zijn, dat het is van groot belang dat als je iets doet met mensen, dat je tegelijkertijd bewust moet zijn dat je voor een soort van continuïteit moet zorgen, waarbij de mensen door kunnen gaan en de ruimte krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen in een project of in hun zijn, in hun kunnen. Want dat is een soort van bestaansbeleving van de mensen. Dus ze beleven hun bestaan op een andere manier, waardoor dat meer inzicht geeft in wat ze kunnen en waar ze naartoe zouden kunnen gaan met wat zij ontdekt hebben. Ja, mooi. Dus het is ook een vorm van zingeving. Ja, zeker weten. En zelf kan ik zeggen dat je ontwikkelt een soort van betrokkenheid bij de mensen, want vaak houden mensen zich terug, hè? Want je woont in een gemeenschap en er gebeuren van alles en nog wat om je heen en soms kunnen wij heel makkelijk zeggen, het is de fout van politiek of het is de fout van die en dat, maar wat als wij zelf initiatief kunnen nemen om de veranderingen te brengen of om nieuwe mogelijkheden te creëren. En vaak is het zo dat mensen niet zo ingesteld zijn, omdat zij toch gewend zijn van oké, ik ben tuinman, dus ik zorg voor de tuin. Ik ben tramconducteur, dus ik zorg dat ik mijn tram goed bestuur. Ik ben ik werk bij de loket, weet je, dus iedereen heeft zichzelf beperkt binnen zijn zogenaamde functie of werk. En verder dan dat gaan ze vaak niet. En dan is het heel erg belangrijk om bewustzijn te creëren dat alles gaat verder dan dat. Dus je bestaan, die is verder, die gaat verder dan alleen je functie of je baan
of je buurt of je straat. Het gaat echt verder dan dat. En dat proberen wij, die betrokkenheid, die bewustzijn van die betrokkenheid, proberen wij te prikkelen bij de mensen. Dat zij zelf initiatief nemen om stappen te ondernemen om verder te gaan. Maar veel van de mensen die hier bij Laurens zitten, het zijn veel ook oudere mensen toch? Mm-hmm. Die misschien ook niet zo mobiel zijn of ziek kunnen zijn. Met oog op continuïteit, hoe is het om daarmee om te gaan? Ook met de realiteit dat misschien iemand met wie je dit jaar werkt volgend jaar niet meer zal zijn. Ja, dat is, de werkelijkheid waarmee je geconfronteerd wordt. Want dat hebben wij ook zelf meegemaakt, dat mensen sterven. Of sterker nog, mensen die heel erg actief hebben meegedaan, die kunnen dat nu niet meer, omdat ze niet meer kunnen lopen, geen benen hebben, of door de ontwikkeling van een ziekte, dat zij motorisch, whatever, achteruit zijn gegaan. Maar het ding is dat je hun participatie en hun rol, die gaat verder dan alleen iets kunnen doen met hun handen of te kunnen lopen. Het feit dat ze hier zijn en je praat met ze, ze zien dat er dingen gebeuren, ze zien dat er ontwikkelingen tot stand komen, dat is vaak heel erg belangrijk voor deze mensen. Dat zij niet als in een hoek zitten en voor zich te staren en er is niks. Dus voor deze mensen is het nog steeds heel erg belangrijk dat er mensen zijn die bezig zijn met hun. En bezig zijn zelfs niet in de zin van ze moeten iets doen, maar bezig zijn dat met hun gesproken wordt en dat ze betrokken worden. En soms waren het ook bijvoorbeeld mensen die in een rolstoel zitten, die niet eens kunnen praten enzovoorts. Maar het feit dat zo iemand hier zit en die lacht, weet je praat en die lachen en... Weet je, dan weet je al dat goed is voor hun. En je moet zorgen, zoals ik al zei, je hebt te maken met mensen. En vanuit het moment dat er iets goeds gebeurt, waardoor zij zich goed voelen en thuis voelen. Ja, je moet zorgen dat een soort van vervolg krijgt. Dat zij dat vaker krijgen, zodanig dat zij een soort van bestaan krijgen. En dat ze niet gezien worden als de oude mensen die in een stoel zitten en verder niks kunnen. Want kunnen is best breed. Want wij hebben altijd vanuit, of mensen hebben het altijd van, als je iets kan, dan betekent dat je bezig bent met je handen en dit en dat. Maar kunnen in de beleving van deze mensen is veel meer dan dat. Ik was ook nog heel benieuwd naar deze zwembanden. Mm-hmm. Wat is daar het verhaal achter? Ja, omdat het gaat over een boot, het gaat over zee, het gaat over, hebben we het over de zwembanden. En dat heeft te maken met dat als mensen gaan zwemmen. En vooral hier in Nederland zie ik dat heel vaak, dat mensen gaan zwemmen en die hebben meteen zwembanden. En dat allemaal. Dus vandaar dat die idee opkwam om die zwembanden ook in het beeld te betrekken. Oké. Grappig. Ja. Mijn laatste vraag is eigenlijk, het beeld wordt nu gerestaureerd. Zijn er verder nog andere plannen hiermee? Ja, eigenlijk de plannen zijn dat het wordt nu gerestaureerd, dat is één. Ten tweede, we gaan dit jaar het echt afmaken met klimplanten. Want in 2016, toen wij hiermee begonnen waren, toen was het plan om die klimplanten erin te doen. Maar gebrek aan tijd enzovoorts, toen is het niet doorgegaan. En in 2017 zijn we verder gegaan met een paar andere dingen. Hier ook. Afgelopen jaar 2018, toen was ik er niet bij. En dit jaar dacht ik van, het is wel de hoogste tijd om het een beurt te geven, maar ook om
die klimplanten erin te gaan zetten. Ja. Dus, want dat is wel belangrijk. Het is echt belangrijk dat die klimplanten erin komen, want die, ja, die moeten zorgen dat het ja, helemaal groen, groen wordt. Mooi. En mogen de bewoners hier ook het een en ander in planten? Ja, ja, ja. Ja, we hebben heel veel plantenbakken gehaald. En ja, dan gaan wij ook ja, de nieuwe planten erin zetten en zo. Dus dat is het plan nu. Ja, het is best veel werk. Dus de komende weken wordt er stevig aan gewerkt. Want we moeten ook constructies maken om al die plantjes erin te zetten en zo. Dus dat wordt, wordt best spannend. Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb denk ik wel genoeg om over te schrijven nu. Maar ik kom over een paar weken weer. Ja, ik kom even kijken. De status ja. te zien. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.